straks het verhuiswagentje ophalen. Tot de tijd moet ik maar even klaarzetten. Wacht even op, hè? Wat tijd, Bosman? Ja, rond een uur of twee, drie hoop ik daar toch wel aan te komen als ik ingepakt heb. De kamer wordt langzaam volgebouwd met alle spullen die meegaan. Ja, ja. En daar zal het wel weer in het niets verdwijnen, denk ik. Ja, er moet heel wat geregeld worden voor zo'n verhuizing naar een kasteel. Wat gaat er allemaal mee? Er gaat van alles mee. Kinderspeelgoed. Ik zie een houten zwaard. Heel mooi. Ja, dat hebben we ooit een keer voor mijn zoontje elkaar gezet. En die moet nou natuurlijk mee. Ja, dat wordt een ridder natuurlijk, hè? Ja, wordt ridder Lucius. Ja, zeker. En er staat gewoon wat speelgoed al. En boven heb ik een kinderbedje klaarstaan en tassen. En het is vooral slaapgelegenheid en badkamer. Dat is een probleem. Want dat is er niet. Want wat is er wel? Er zijn heel veel kamers. Ik heb ze niet geteld, maar zeker meer dan 10. En dat gemeubileerd? Ja, maar ja, eigenlijk onbruikbaar meubilair. Dus allemaal van het ouderwetse kasteel. Ja, wel heel mooi. Maar heel anders dan wat wij hier hebben. Ik heb me laten vertellen dat het daar de Oostvleugel heet, waar wij in gaan verblijven. En daar halen ze dan het hele dure exclusieve meubilair maar uit. En daar gaan de IKEA-spulletjes in. Ons takken IKEA-bankje gaat daar dan in. En er zijn natuurlijk ook een paar ruimtes waar wij gewoon weg zullen blijven. De ruimte waar bijvoorbeeld getrouwd wordt. En dat gaat gewoon allemaal door. En dat is heel gek, want we kunnen dus zomaar op onze gang een bruidspaar tegenkomen. Of ja, zij ons. Nog erger. Ja, het is in jullie huis dan. Ja, het is in jullie feite kasteel zelfs. Nou, het is niet van ons. En dat zal het ook nooit worden. Maar het is op dat moment wel even onze leefruimte. Dit is nou typisch iets waar mensen van dromen. Zo'n verre verwant die dan ineens zo'n kasteel blijkt te hebben of een fortuin. Ja. Heel idioot. Tuurlijk, die droom is ons niet vreemd. Wij hebben daar ook van gedroomd in het verleden. Maar ja, het staat dus zwart op wit. Ja, het staat wel zwart op wit, ja. Ja, zeker, ja. Ja, het was eventjes, ze hadden er even moeite mee om het te ontcijferen, maar het is, het staat zwart op wit. Heb je dat hier ook? Ja, ik heb het wel, ja. Mag ik het zien? Ja, nee, dat doe ik niet. Dat is voor de radio. Ja, dat weet ik. Maar dit is, we hebben er in de familie wat gesprek over gehad. Hoezo? Omdat iedereen van mijn familie daar aanspraak op mag maken, niet alleen ik. En het kasteel heeft uitdrukkelijk gezegd van luister eens, jij bent een kunstenaar, dat vinden we leuk. We hoeven jou dit recht niet toe te kennen. We gedogen het met plezier. Zij hebben dat document gezien en voor waar bevonden en gezegd van oké, kom maar. Ja, zij herkenden de termen, zij herkenden de bloedlijn, zeg maar. En waar die dan met de Van Horners kruiste, de familie die daar ooit eigenaar was. Ja, ik werd eerst ook een beetje voor gek versleten natuurlijk. En dus ze zeiden van, ja joh, ga je toch niet naartoe, ga je toch niet doen. En je wordt als Herbert gezien. Een beetje oneenigheid in de familie van, hey, wat doet die gekke neef nou ineens? Ja, een beetje wel ja. Maar op zich, we zijn niet zo'n grote familie, we kunnen het goed vinden. Op die pagina van dat testament staat een heleboel. En zij hebben gezegd van, joh, luister, doe lekker wat je wil. We komen bij je op bezoek, hartstikke leuk. Maar het is jouw avontuur. En ga niet met onze spullen lopen zwaaien. Dat moet je gewoon niet doen. Oké, maar het is wel een overgang van dit rijtjeshuis in Den Bosch. Wat dacht je toen je daar binnenkwam? Toen dacht ik, de gang is net zo groot als mijn woonkamer. En ik dacht toen ik voor het eerst binnenkwam, toen dacht ik nog steeds van, nou ja, god, hier gaan we daar. Hier krijg ik daar te horen van, heel hartstikke leuk idee. Leuk dat je ermee bent gekomen. Tot maar, ziens. Het gaan we willen naar huis. Ja, precies. Tot ziens en bedankt. En toen dacht ik, ja, leuk, ik heb een mooi kasteel gezien, klaar. Toen kwam het eigenlijk het verhaal van, joh, wat zou je doen als we je dat zouden toestaan? Ik zei, nou ja, ik zou het sowieso doen. En toen kwam er, er moest natuurlijk ook nog wat met vergunningen geregeld worden, want je mag er helemaal niet zomaar wonen. Van wie is het nu? Het is nu van de gemeente Gelderop. Precies, en die doen daar trouwplechtigheden en het wordt voor feestjes gebruikt, dat soort dingen. Ja, dat blijft zo. Ik heb daar, ik heb ook verder helemaal geen rechten, behalve wat zij mij gunnen. Het gebruiksrecht. Ja, het gebruiksrecht. En zelfs dat is theoretisch gezien verjaard. Maar zij hadden zelf zoiets van, dit komt natuurlijk gewoon niet dagelijks voor. Als jij het wil doen, dan willen wij het ook uitproberen. En ik hoop eigenlijk dat ik ook als kunstenaar daar iets kan betekenen. Mm-hmm. Dat is voor mij natuurlijk ook een hele spannende. En is het dan maar eenmalig of is het voor herhaling vatbaar? Dat weten we over een aantal weken. Ik denk dat open is nu, dat het zeker kan. En zoals ik er nu over denk, wil ik dat ook. Ik ben natuurlijk altijd op zoek naar zoveel mogelijk ruimte voor zo min mogelijk geld als kunstenaar. Dus ik denk van, weet je wat, ik ga in deze droom geloven en ik ga gewoon bellen. Of ik heb geloof ik eerst gemaild. En toen kijk aan, de droom komt uit, het kasteel is daar.
Ja, ja, inderdaad. Ineens is er het kasteel en ineens krijg ik de sleutel. Een joekel trouwens. Ja. Heb je hem? Nee, ik heb hem nog niet. Ik krijg hem, wat is het? Ik geloof dat ik hem morgenavond in ontvangst mag nemen, ja. Maar ik kon hem niet bij laten maken, zo groot was die.